Voetbalclubs in Haren en Ten Boer worden waarschijnlijk flink op kosten gejaagd. Dit omdat de huren van hun sportparken worden gelijkgetrokken met die van andere clubs in de gemeente. De aanleiding is de gemeentelijke herindeling van 2019. Voor sommige clubs betekent dit een verdriedubbeling van de kosten. Bij VV Gorecht denken ze dat de tarieven ook op een andere manier bijgesteld kunnen worden. Het is een deel wat gebeurt. Het moet ook. Het moet ook gelijk getrokken worden. Het wil niet zeggen dat onze tarieven gelijk moeten worden gemaakt aan die van Groningen. Qua niveau. Kijk, Groningen kan ook zakken en wij iets omhoog. Zodat wij op een gezamenlijk niveau uitkomen. Dat is namelijk de bedoeling. Het is namelijk het staat niet in de wet dat wij naar het tarief van Groningen moeten. Het staat wel in de wet dat wij gelijk moeten. Dus Groningen kan ook zakken en wij iets omhoog, zodat we gelijk niveau hebben. Dat kan ook. Maar dat is een politieke keus. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat sport laag op de prioriteitenlijst staat van de coalitie en van dit college. Je ziet dat voor iedere euro echt werkelijk gevochten moet worden door verenigingen, door de sportkoepel bijvoorbeeld. En in dit voorstel wordt het voor sommige kleine en middelgrote voetbalclubs in de oude gemeente Haren en Ten Boer, gaat het soms om een verdubbeling of een verdriedubbeling van de kosten die ze hadden ten opzichte van de oude situatie. Dus het is een gigantische impact voor de verenigingen. En financieel gezien op de totale sportbegroting van de gemeente Groningen gaat het maar om een klein deel. Als u mij vraagt, ja, waar ligt dat aan? Ja, denk ik toch echt aan hoe belangrijk deze partijen sport vinden. Voor VV Gorecht is het onduidelijk waarvoor ze gaan betalen. In het oude gemeente Groningen, daar hebben de sportverenigingen die daar zitten, die hebben een ledverlichting. Volledig logisch. Dat is allemaal, de gemeente Groningen is daar eigenaar van. Wij krijgen hier dus nieuwe masten, omdat de masten zijn afgekeurd. Dus we hebben het nu geregeld met de Groningen dat zij dat alvast maar overnemen. Maar dan komen de oude armaturen komen er weer in. Dus geen led. Ik bedoel, dat hele plan van wat krijgen we terug voor die tariefverhoging is nog niet klaar. En onze oproep is dan ook aan de gemeenteraad van jongens, stel het uit, maak eerst gezamenlijk met ons het plan klaar van wat krijgen wij, wat betalen wij. Als we dan op één niveau zitten, dan besluit. Weet je, we zijn ook niet overal op tegen. Het is gewoon nu te onduidelijk van wat krijgen we terug. De vervanging, onderhoud, lichtmasten, SBR-korrels, dat wil zeggen zoveel milieuvriendelijk mogelijke korrels voor de kunstgrasvelden als we het daarover hebben. Maar ook bijvoorbeeld de lichtmasten, alles zit daar zeg maar ook bij dat tarief in. Dus ze krijgen er zeker wat voor terug. En ik snap ook dat je die vraag stelt. Ja, en de lichtmasten, gaat het dan ook over ledverlichting? Daar gaan we ook met hen over hebben, gaan we ook met hen in overleg. En dat betekent dat we eigenlijk de komende periode gebruiken om met de mensen die op de sportparken zitten, om daarmee in overleg te gaan. Wat betekent dat? Maar het geldt ook voor de binnensport. De politiek moet niet langer wegkijken. Ze moeten gewoon doen waar zij voor zitten. En dat is gewoon goede beslissingen nemen in de goede volgorde. En die volgorde die spoort niet. Dat klopt niet.